We gaan door naar iemand anders die ook wat hebben gewonnen. Nou ja, misschien dan niet zoveel geld, maar ze hebben gewonnen. De Achterhoekse band Haik heeft de Party Awards gewonnen in de categorie Populairste Band 2012. Wij feliciteerden de band tijdens hun repetities afgelopen donderdag. Ik zag haar liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand. Mooi meisje! Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei. Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon, uit de kleren in de zon. Nu weer aan het repeteren, hè? Ja, gaat gewoon door. Het was erg vroeg vanochtend, helaas. Wat heb je in je hand? Ja, dit is hem, de award populairste band 2012, mogen we onszelf noemen. En dat is toch wel te gek, echt leuk. Ja, het was in Os, in de ontmoeting. Er waren meerdere artiesten aanwezig. En wij werden om 12 uur werden we op het podium geroepen. En kregen wij de award in ontvangst. En dat was geweldig. Een ontzettend mooi compliment. Komt het allemaal dankzij het nummer Lekker in de Zon? Heeft er wel een bijgedragen, ja ongetwijfeld wel. Ja. Ja, het was helemaal te gek. Ik heb gisteren ook toevallig op Facebook eventjes gepost van het muziek maken zal nooit een wedstrijd worden. Maar zo'n award winnen is toch best geinig als stimulans dat je goed bezig bent of zo, zeg maar. Dus ja, dat is te gek. Staan er nog nieuwe cd's op komst? Ja, volgend jaar een heel album vol. We zijn natuurlijk de laatste anderhalf jaar druk bezig geweest met nieuwe singles maken. En daar zijn we nu ook nog steeds mee bezig. Naast het coverwerk uiteraard. Wij werken eigenlijk gewoon nou 200%. Volgend jaar is de cd vol en daar hopen we dan toch een stuk of 10, 12 nummers op te hebben staan. En die zal dan ook uitgereikt worden 2 november, wanneer de 15-jarig bestaan gevierd wordt. Lekker in de zon!